Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van februari laten zien. Het zijn wat minder producten dan normaal. Dit is het mandje, maar februari was ook een wat relatief kortere maand. Maar ik heb evengoed heel veel mooie producten getest. En ik ga je laten zien welke producten ik zo fijn vond. En ik vertel je uiteraard ook waarom ik ze fijn vond. Mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete producten van februari, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een product van het Kruidvat. En dit is het Face & Body Anti-Haargroei Serum. Hij komt in dit doosje. En dit is dus een serum die ervoor zou zorgen dat de haargroei wat minder wordt. Ik ga je even natuurlijk wat meer over vertellen. Allereerst, dit is het flesje waar het serum in zit. Er zit 30 ml in. En dit werkt gewoon met een pipetje. Het is een vegan serum. En ik ben toch wel enthousiast. Dit serum zou na 2 weken 33% minder haargroei hebben. En na 5 weken 55% haarvermindering. Het is eigenlijk heel simpel. Je gaat eerst jezelf ontharen en daarna breng je het serum aan. 1 druppeltje van het serum is al genoeg om het lichaamsdeel wat je wilt insmeren in te smeren. En dan ga je resultaat zien. Je kunt het voor je gezicht en je lichaam gebruiken. Nou, ik heb het voor mijn gezicht gebruikt in eerste instantie ook. En ik heb het tussen mijn wenkbrauwen gedaan. Daar merkte ik niet heel veel verschil. Ik merk wel dat de haartjes wat zachter worden. Maar ik zie nog steeds wel dat ze vrij snel terugkomen. Dus ik zie daar niet echt heel veel haarvermindering in. Het voelen nu wel meer dons haartjes dan hele sterke haren. Maar daar vond ik het resultaat nog een beetje minimaal. Ik heb het ook op de bikinilijn geprobeerd en daar merkte ik het resultaat wel heel goed. Ik merkte echt dat de haargroei daar minder werd. En natuurlijk, het is niet helemaal verdwenen, maar ik merk wel dat het een stuk minder is. En daar ben ik best wel enthousiast over. Het is een vrij nieuw product, dus het is nog niet zo heel lang op de markt eigenlijk, maar ik ben toch wel tevreden nadat ik het, ik heb het een aantal weken getest, 5 weken dus sowieso. En ja, ik ben toch wel heel enthousiast, dus ik vind dit zeker wel een aanrader, het anti-haargroei serum van het Kruidvatmerk. Dan heb ik hier een Chia Face Cream van Essence. En deze komt uit de Hello Good Stuff line. En deze zou de huid zachter maken, maar ook moisturizer. En er zit Centella Asiatica extract in. Dit is dus weer zo'n product waar eigenlijk geen siliconen, parabenen, microplastic deeltjes en minerale olie in zitten. Dus het is een heel natuurlijk product. Het ruikt ook heel lekker. Dit is het openingetje. En dan ziet de crème er zo uit. Hij is gewoon wit van kleur. En het is gewoon eigenlijk een hele fijne face crème. Je zou hem ook een beetje als dagcrème kunnen gebruiken. Maar ik vond het gewoon fijn om hem als extraatje te gebruiken op mijn gezicht. En ik moet zeggen dat, dat ik hem heel fijn vond. Ik heb hem aangebracht voordat ik mijn make-up ging aanbrengen. En ik merkte gewoon echt dat mijn gezicht heel lekker aanvoelde, gewoon lekker zacht, maar ook wel lekker gevoed werd. En dat vond ik wel heel erg fijn van dit serum, of deze crème bedoel ik. Dus dit vind ik ook zeker wel een aanradertje. Dan heb ik een blush van Maybelline. En dit is de Fit Me Blush in de kleur 30 roze. Het is eigenlijk gewoon een basic blush. En ik moet zeggen, ik vond hem heel erg mooi. Alleen het doosje gaat niet zo heel makkelijk open. Dit is de kleur. Ik vond het een hele mooie blush. Je hoeft er heel weinig van aan te brengen, want hij is best wel intens, zeg maar, moet ik zeggen. Dit is hem. Zo met zwartje lijkt hij wat minder intens. Ik zal hem nog eventjes iets opbouwen, zodat je hem net iets beter ziet. Maar op je gezicht, als je hem op je kwast doet, neemt hij best wel veel blush op. Dus hij heeft echt maar heel weinig nodig. Hij is heel goed gepigmenteerd.
En dat vond ik eigenlijk wel heel erg fijn. Het was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik een blush testte van Maybelline. Maar ik moet zeggen dat ik er toch wel heel erg van gecharmeerd was. Omdat ik de kleur heel mooi vind. Maar ook echt wel gewoon de pigmentatie heel erg goed vind. Dus dat vond ik zeker wel heel erg fijn. Dan heb ik hier een gezichtsserum en hier zit sunflower extract in. En deze is van Catrice, komt uit de Disney Princess lijn. Dit is de Pocahontas variant. Ik vind de verpakking er al heel erg mooi uitzien. Heeft de naam 030 Natural Spirit gekregen. En kijk, die bloemetjes aan de binnenkant vind ik zo mooi. Dit serum breng je aan met een pipetje. Kijk, dit is hem. Ik zal een beetje op mijn hand aanbrengen. Heeft niet echt een geur, maar hij voelt heel fijn aan op de huid. Dit is hem. Ik hoop dat je hem goed kan zien. Je brengt hem aan en daarna kun je je make-up eroverheen aanbrengen. Maar ik voelde gewoon echt dat hij gewoon heel lekker aanvoelde op de huid. Ik had ook echt wel een beetje het idee dat hij wat verzorging bood. Ik vond hem eigenlijk gewoon wel heel erg fijn. Ze hadden verschillende, maar ja, ik heb deze in zo'n uitverkoopbak gevonden. En dit was ook de laatste. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg enthousiast over dit serum. Ik vind de verpakking al heel erg mooi. En hij voelde heel fijn aan op de huid. En ik vind het ook wel fijn als er wat extra's in zit, zoals dit keer een sunflower extract. Dus een heel fijn serum. Volgens mij is bij Bougie Shop deze collectie nog wel te koop. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn. Maar ik heb hem dus, zoals ik al zei, in een uitverkoopbak gevonden. Even kijken hoor, want ik heb niet heel veel. Ik heb vooral heel veel dezelfde producten, zie ik, van dezelfde merken. Ik heb van Essence een aantal producten uit een limited editie. Dit is namelijk de Catching Clouds trend editie, moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb hier in allereerst een Hydrating Milky Face Mist. En dit is dus eigenlijk gewoon een gezichtsspray met de naam 01 Like a Breath of Fresh Clouds. En deze spray kun je gebruiken om je make-up te fixeren, maar kun je ook gebruiken voordat je je make-up gaat aanbrengen. Het is een heel fijn serum. En hij voelt ook heel erg fijn aan. Heeft niet echt een geur. Dit is de verstuiver. En ik vond dat hij mijn make-up heel goed op zijn plek hield. Ik heb hem overigens niet getest voordat ik mijn make-up aan heb gebracht. Maar eigenlijk meer als fixing spray. Maar ik moet zeggen dat dat echt wel heel erg fijn werkte. Maar hij heeft dus meerdere functies. Dus dat is allereerst deze. En deze collectie ligt momenteel nog in de schappen. Maar gaat wel hard. Dan heb ik een mousse primer. En ik heb al best wel veel primers getest, maar ik had nog nooit een mousse primer getest. Zo ziet de verpakking eruit. Heel schattig. Deze heeft de naam 1 Up on Cloud 9. En dan is dit het serum. Het is een vrij dik serum, moet ik zeggen. Dus dat hij echt een beetje moesachtig is. Ik heb hem even geswatcht, maar je ziet hem verder niet omdat hij transparant is. Ik moest wel even wennen met het aanbrengen hiervan, maar ik vond hem toch wel heel erg lekker. Ik vond gewoon echt dat hij heel lekker aanvoelde. Daarna ging het aanbrengen van de make-up ook eigenlijk heel erg makkelijk. Dus ja, ik was al heel erg enthousiast over deze primer, omdat hij wel heel erg fijn was. Uit de collectie heb ik ook een Inner Eye Brightening Pen. Deze zit standaard ook in het assortiment. En dat is dus zo'n potloodje waarmee je dus je ogen wat meer kunt, of wat frisser kunt laten ogen. Ik weet niet of deze een naam heeft. Oh ja, 01 Everybody Shade. Je kunt deze aan de binnenkant van je ooghoek aanbrengen, maar ook op de waterlijn. Je krijgt er echt wel een hele open blik van. Het is wel een potloodje die je zelf moet slijpen. Dat vind ik zelf iets minder fijn, maar hij is echt wel heel erg fijn. Ik heb hem hier even geswatcht. Het zou een licht roze kleurtje zijn. Je ziet hem niet zo heel goed, maar op de ogen zie je hem echt wel heel goed. Maar ik vond het resultaat wat hij gaf echt wel heel erg mooi. En dan heb ik nog een Swirling Lip Balm. En dat is deze. Dit is dus een lippenbalsem.
heeft de naam 1 Hair in the Clouds en Lips in Heaven gekregen. Maar hij ziet er heel mooi uit. Allereerst de top is al prachtig om te zien. Maar kijk, ook de lippenbalsem zelf, want die heeft dus een swirling effect. Hij heeft een heel licht kleurtje, het is niet heel aanwezig. Ik heb hem hier even geswatcht en je ziet hem heel licht. Ik weet niet of hij voor jullie heel goed overkomt. Hij is echt wel heel erg licht. Maar hij maakte mijn lippen wel heel erg lekker zacht. En dat vond ik zelf wel heel erg fijn. Dus ik vind het echt een hele fijne lippenbalsem. Hij ruikt ook best lekker. Het is niet een hele geur die heel erg aanwezig is. Maar een licht geurtje heeft hij. Ik vond hem zelf wel heel erg fijn. Dan heb ik hier een liquid liner van Catrice. En dit is een matte variant in de naam 010 Dating Joey Black. Dat is deze. En dit is dus eigenlijk gewoon een liquid eyeliner in een matte variant. Hij heeft een hele fijne tip ook. Waarmee je dus best wel strakke lijnen kunt zetten. Maar ook wat brede lijnen. Ik heb nu even twee lijntjes gezet zodat je kunt zien hoe dat eruit ziet. Je kunt een brede lijn zetten, maar ook een wat minder brede lijn. Je kunt er ook heel goed wings mee maken, omdat het een hele fijne punt heeft. Het is echt een heel fijn puntje die ook wat vaster zit. En daar hou ik zelf wel van. Deze eyeliner vond ik echt wel heel erg fijn. En daar ben ik ook heel enthousiast over. We blijven even in Catrice, want ik zie dat ik nog een aantal Catrice producten heb. Meer Catrice dan anders. Ik heb hier vier nagellakjes en dit zijn de Stronger Nails Straightening Nail Lakkers. En deze beloven 82% hardere nagels in een week. En ik heb allereerst dit kleurtje. Dit is de 03 Fierce Lavender. Ze hebben weer zo'n dubbele dop zoals je kunt zien. Ik zal het kwastje even laten zien. Dat ziet er zo uit. Eigenlijk heel basic en standaard. Ik vond de kleur heel mooi. Hij bleef ook heel goed op de nagels zitten. Ik heb nog niet echt gemerkt dat mijn nagels er heel erg hard van werden. Maar ze zijn momenteel gewoon wat brozer. Maar ik vond de kleurtjes wel heel mooi. Dus misschien als mijn nagels weer wat sterker zijn. Dat het ook nog weer het effect wat beter is. Dus ik heb nog niet echt gemerkt dat ze heel erg hard ervan werden. Maar ik vond de kleur gewoon heel mooi. Dus dat is dit paarse kleurtje. En dan heb ik deze. Die vond ik ook heel erg mooi. Dat is dit kleurtje. Dit is de 07 Expressive Pink. Ja, ze zeggen pink. Maar ik vind het eigenlijk meer een beetje koraalkleur. Maar ik vond hem wel heel erg mooi. Dan hebben we deze. Dit is de 02 Burly Coral. Dus dit is eigenlijk, dit vind ik dan weer meer oranje. Dus soms vind ik de namen niet helemaal passend. Maar oké, want ik vind het eigenlijk gewoon puur oranje. En ik heb deze hele mooie kleur. En dat is de 07 Powerful Red. Dat is deze kleur. Ook een hele mooie kleur. Lekker donker. Ja, ik hou er wel van. Dus ik vond dit echt wel hele mooie nagellakjes. Dus dat was echt een topper. Dan heb ik hier ook een product van Maybelline. En dit is de Fit Me Matte & Poreless Powder. En dit is in de kleur 115 Ivory. Een heel fijne poeder met een lekkere grote pen. En als je hem openklapt, want er zit dus een dubbele bodem in, heb je een spiegeltje en ook nog een sponsje. Nou gebruik ik dat zelf niet omdat ik het altijd met mijn kwast doe, maar hij heeft dus een dubbele bodem. Het is een hele mooie poeder. Brengt heel fijn aan. Lekkere grote pen. Ik hou er wel van. Ik heb hem even geswatcht. Maar je zult hem niet zien omdat hij gewoon vrij licht is. Bij mijn huidskleur past die perfect. Dus dat is echt heel erg fijn. Het is ook een hele fijne poeder. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Even kijken hoor. Dan heb ik hier vier lipkleurtjes van Catrice. En dit zijn de Ultimate Stay Waterfresh Lip Tints. En deze zijn ook nog eens maskproof. Nou, op het moment zijn we weer maskersvrij. Maar je weet natuurlijk nooit of het nog weer terugkomt. Ik heb hier de kleur 030 Never Let You Down. Dat is deze. Ze hebben een heel fijn kwastje.
En het bijzondere, ik zal hem gelijk ook even swatchen, is dat ze dus echt een beetje op waterbasis zijn. Ze zijn wel long lasting, maar ze drogen je lippen niet uit. En dat vond ik zelf wel heel fijn, want ik merkte echt wel dat ze heel goed bleven zitten. Maar dat mijn lippen er niet heel droog van werden, omdat het dus op een waterbasis is. Dit is de swatch. Je ziet inderdaad dat die wat lichter is, maar je kunt de kleur opbouwen. Dan hebben we hier de kleur 020 Stay On Over. Het is deze. Dat is een beetje een oranje tintje. Maar niet echt een geur, maar dat komt ook omdat alles vegan is tegenwoordig. Dan hebben we de kleur 040 Stuk Witje. Hele mooie roze. Ja, ik word er blij van. Kijk, dat is deze. En we hebben de kleur 010 Loyal To Your Lips. En dat is een rode kleur. Hele mooie kleur ook. Maar het zijn gewoon hele fijne lipproducten deze. Dus ja, daar ben ik wel heel erg tevreden over. Want dat had ik eigenlijk niet zo verwacht. Kijk, want je kan ze ook niet zo makkelijk wegvegen. Zie je dat? Ze blijven een beetje op je hand zitten. En dat is natuurlijk niet zo handig. Maar goed. Dan heb ik nog een liquid shadow in een waterproof variant. Ook van Catrice in een intense metallic kleur. Dit is de kleur 030 Fearless. En dit is een hele gepigmenteerde oogschaduw die je dus vochtig aanbrengt. Dit is het kwastje. Eigenlijk is het een soort lipgloss applicator. En ik heb hem even geswatcht. Ik hoop dat je even door de swatches een beetje heen kunt kijken, want dit is de kleur. Je kunt hem gewoon aanbrengen met je vinger een beetje op je oogleden dippen. En ik moet zeggen, ik voelde wel een klein beetje irritatie, maar dat heb ik heel snel met dit soort liquid producten. Maar eigenlijk ging dat ook vrij snel weer weg. En vind ik het echt een hele mooie kleur, want hij glimt zo lekker. Dus ik was toch wel heel enthousiast over deze oogschaduw. En dat had ik in eerste instantie niet helemaal verwacht, omdat ik dacht, ja, hè, ik ben toch meer van de poeders. Maar deze was wel heel erg mooi. En dan ben ik toe aan het laatste product. En dat is een oogschaduwpalette van Essence. En dit is de Brown Edition Eyeshadow Palette. Dat is deze. Heeft de naam 30 Georgeous Brown gekregen. Heel mooi palet. Ik heb hier al meerdere van getest. En daar was ik ook heel enthousiast over. Met deze tinten. Ik ga er een paar swatches. Ze zijn heel gepigmenteerd. Je hebt matte en shimmer kleuren. Dus het zijn echt wel hele mooie kleurtjes. Oké, kijk, dit zijn dan de kleuren. Ze zijn best wel gepigmenteerd. Ze brengen heel makkelijk aan, zijn ook heel makkelijk te blenden. En daar was ik toch wel heel enthousiast over. Dus ik vond het een heel erg mooi palette. En ja, echt bruin. Er zitten ook wat kopertinten in. Maar ik vond het, ja, ik vind het gewoon wat dat betreft wel een heel mooi palette met een hele mooie pigmentatie. Dus ik ben er wel heel erg tevreden over, moet ik zeggen. Nou, dan waren dit al mijn favoriete producten van februari. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Het is voor mij ook altijd een soort van kleine verrassing. Wat zit er ook alweer in? Want ja, je test dan zoveel en dan weet je soms ook niet meer wat er onder in het mandje zit. Maar ik ben er heel blij mee en ik vind het ook fijn dat ik het nu in mijn stash kan gaan stoppen, zodat ik het lekker vaak kan gaan gebruiken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij een van deze producten hebt getest, of dat je misschien naar aanleiding van deze video benieuwd bent geworden naar een van deze producten. Laat het zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan erop het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video weer te mogen zien. Doeg!